Dit kanaal is gewoon voor Corina Luisterbeur de Jong, maar we heten Corina en de Beestenboel. Ja, oh, dat is mijn stok. Dus ja, kom er gezellig bij. Ben je nog niet lid? Nou, abonneer je dan even op dat rode balkje. Ga maar lekker liggen, schat. Moet jij doekjes bij je hebben? 1, 2. En ik heb er nog één, die is ook voor jou. Zo. Zo. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag wel een hele trieste dag. Ik moet zo wat meehuilen. Maar ja, doen we niet. Nee. Maar het is wel super slecht weer. En daar moet ik doorheen. Rijka die heeft er nog niet uit gewild. Nee. Dus we moeten nou hoog nodig eruit. Iedere keer regen, regen, regen. Zo niet, niet de tuin in. Nee. Nou, het is bizar hier ook. Maar momenteel lijkt het even te gaan. Maar als je de poortdeur ziet, ja. Nee, het begint alweer. Dus ja, dan moet ik me helemaal in een regenpak zien te hijsen. Het is niet een echte regenpak, maar wel waterdicht. Dus ja, dat gaan we gewoon proberen. En dan hoop ik dat ik droog weer thuis kan komen. Rijka is wat anders, maar ik wil niet mij steeds blijven omkleden, weet je. Maar ik wens jullie ook natuurlijk weer een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, bij wie ben je anders, hè, aanbeland? Dit kanaal is gewoon voor Corina Luisterbeur de Jong, maar we heten Corina en de Beestenboel. Ja, oh, dat is mijn stok. Dus ja, kom er gezellig bij. Ben je nog niet lid? Nou, abonneer je dan even op dat rode balkje. En dan... Roze weet ik veel wat de kleur het is. Daar let ik zelf nooit op als ik mij ergens abonneer. Ik abonneer me gewoon en hup daar. En vergeet niet op het belletje te klikken. Want dan hoor je zelf het geluidje wel, weet je. Van er is weer wat online gekomen. Zo weet je altijd, blijf je altijd op de hoogte met hetgeen wat er gebeurt. Ja. Maar oké, ik ga nu proberen er tussenuit te kunnen. Ik ga me gewoon eventjes verder in die kleding hijsen die ik even aan moet hebben. En dan hoop ik toch dat ik me eigenlijk voor niks aan doe, dat ik droog blijf, ja. Beter dat het dan drijfnat wordt. Maar het ziet er niet uit. Die HL staat ook voor de deur en die redt zich wel. Oh, kijk nou eens. Is dat bij jullie ook zo? Moet je nou kijken, is vies weer. Rijka, is het vies weer? Kijk, pootje. Pootje. Pootje, zo ja. Ik kan daar. Je bent nat, hè? Is het vies, hè? Joe. Nou, doe maar weer. Kom. Jullie zijn er maaf. Jullie zijn er lekker maaf. Ja, jij bent ook maf. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet jullie maar van jullie dag met dit slechte weer. Want het is overal het hele land, geloof ik, dit weer. Maar morgen wordt het beter. Ja, laat het hopen. Eerst zien dan geloven. En vooral hier aan de kust. Je weet het maar nooit waar je aan toe bent. Het is altijd een verrassingspakketje die we hier krijgen. Dus ja, we wachten het gewoon af en ik zou nu zeggen tot straks maar weer. Doei doei! Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. En Rijker die is knap nat, mijn bril is nog nat, die zal ik even schoonmaken. Kan wel of is nat? We zijn allemaal nat. Ja, echt niet leuk meer. Maar ik had dus speciale kleding. Nou, gaan we neppen hier? Ga je niet ruzie maken? Nergens nodig, toch? Nee. He, godje dikje. Als ik had gelijk de mand in, ze is echt doorweekt, dat beestje. Zo. Laat het even zien.
En ik voel wel even vies en nat. Ja, de hemel dit weer, hè. Van mijn wieltjes. Ja. Alles is nat. Rijka is nat. Hé, Rijka nat, hè. Wat voor dikke, ja. Ga maar lekker liggen, schat. Moet jij doekjes bij je hebben? 1, 2. En ik heb er nog één. Die is ook voor jou. Zo. Zo, ja. Lekker, hè? Waarom een nat, hè, meisje? Wat voor dikke. Ja, ach ja. Ik heb gewoon het korte blokje gelopen en ook ging ik in de weg. Waarom niet? Weet niet. Nee, de voer is toch ook slecht, ja. Echt wel. Vol heuvels dalen. Oh ja. Had jij ook wat te vertellen? Ja, had jij ook wat te vertellen? Hé? Nou dan. Ja, jullie krijgen allemaal wat lekkers van mij. Ja hoor. Ik heb ook zin in wat lekkers. Sowieso een bak koffie erbij. Ja. En dat zien we wel weer. Ik zou zeggen, oh, mijn haar, dat is nou ja. Ik heb een capuchon opgehad van mijn regenjas. Ja, nou ja. Het zit nog wel goed, toch? Ja, toch? Ja, vind ik van wel. Maar oké, okay, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze verder. En ik ga straks renderen weer. Ik heb nog een heleboel in elkaar te zetten. Maar er staat ook al heel veel op YouTube. Tot er ergens een andere week aan toe. Tot echt 14 juni of zo, weet ik veel. Maar in ieder geval, houd het allemaal maar in de gaten. Hebben jullie vragen, dan vraag je maar raak. En dan een leuke reactie. Dan krijg je altijd antwoord. Ja toch? Ik zou zeggen, we spreken elkaar straks van weer. Ik zou zeggen, tot dan. Doei doei. Ja, toen deed ik me weer eventjes zeer aan hete damp. Au, au, au. Ja, en ik ben helemaal wat vergeten. Dat ik jullie weer een welkom wenste. Ben ik één ding vergeten. Ja, en dat is de datum en de dag en de tijd. Nou ja, de tijd dat is al geweest. Maar we hebben wel een nieuwe tijd. Ja, we leven namelijk op donderdag 11 juni. Om 15:42 nu. Ja. Ja, het doet zeer. Maar ja, het gaat wel weer over dat ik een oud kereltje ben. En ik maakte net even koffie en hete damp tegen mijn zijkant van mijn hand aan. En komt verder allemaal wel goed. Ik heb eventjes naar een filmpje van Karen en Roderick gekeken met de diertjes, met de twee zusjes. Hartstikke leuk! Ja, moeten jullie ook nog gaan kijken. Echt leuk, die honden lekker te duiken in het water achter de bal aan. Schitterend, ja. De twee zusjes. En ik moet het nog eventjes naar de videopad halen. Het filmpje wat ik ga in elkaar zetten. En ja, het schiet al aardig op. Ik kan deze camera in ieder geval ook weer leeghalen. Hier staat ook bijna weer voor 2 weken op. Als ik nou nog wacht, dan ja. Maar dat doe ik niet. Ik zet het straks, zet ik het allemaal weer op mijn pc. Dan kunnen we weer met een schone mobiele telefoon gaan beginnen met filmen. Ja, het is een oude telefoon. En als ik aan een nieuwe telefoon ben, nou ja, dan gaat deze in beladen. Dan komt mijn andere waar ik nu mee, die ik nu gebruik om te bellen, et cetera. Mijn mobiel die ik meeneem om te bellen als ik pech heb of weet ik veel wat. Of te appen naar Karin of naar wie dan ook. Die ga ik dan gebruiken om te filmen en die weer een stuk beter dan deze. Ja, en zo gaan we stapjes omhoog. Er zijn meerdere mensen die met hun mobiel filmen. En ik wil dat niet met mijn normale mobiel doen waar ik zelf ook nog kan verwachten. Of wat dan ook, word je maar gestoord en dat wil ik niet. Nee. Maar in ieder geval, wat ik ermee zeggen wil, mijn wens was een hele goede camera te hebben met van die microfoonsetjes. Als je iemand gaat interviewen, dat je die een microfoontje op kunt zetten, of wat dan ook, dan zijn die ook nog duidelijker te verstaan. Ja. Zoals bij de GoPro, dan sta je enkel op mij, omdat ik dat in dat huisje zit,
versta je mij wel, maar als ik het met iemand anders aan het praten ben, hoor je niet. Dus daarom haal ik dat geluid al weg. Die haal ik weg, dat geluid. Ja, en dan zet ik de muziek er wat harder eronder. En dan ja, moet je de muziek erbij doen. Maar dan zie je wel monden heen en weer gaan, maar je hoort ze toch niet. Dus ja, het is helaas pindakaas, het is jammer. Enkel, er zijn een paar filmpjes, daar haal ik het geluid niet van weg, want het hoort ergens bij, ja. Enkel, ja, dan hoor je die personen die je dan ziet, die zie je wel praten, maar je hoort ze niet, je hoort alleen nog mij zo af en toe. Nou ja, kan er niks aan doen. Nee, kijk, dan gaat mijn mobiel, nou dan moet je me net hebben, dan ben je aan het filmen en dan word je gestoord. Nou, dat moet niet. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie een namiddag. Het is 15:46, dus bijna 4 uur. En de regen is eindelijk opgehouden. Het is droog, al geruime tijd. De straten zijn ook alweer droog. Dus ja, geniet ze en doe wat je doen moet of doen wilt. En doe het met een lach. En ik zou zeggen, tot straks. Doei. Ja, lieve vrienden. Rijka die wil er alweer uit. En het is nog maar bij tijd. 13:05. Ja. Potverdikkie. Dus ik heb mijn jasje al dicht. Ja, ik moet nog een andere jas aan. Want dit is veel te koud. Dit is veel zo dun, dat dingetje. Maar in ieder geval, ze wil eruit. Dus ja, dan gaan we er maar uit. Klopt de janken niet te doen. Klopt nou een keer achter Ewen aan. En of die het nou wel zo leuk vinden, weet ik ook niet. Hup, pata. Hé, Ewen. 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 Kiekeboe. Rikke. Wou jij lopen? Ja? Wou jij lopen, meisje? Ja, hé. Even lopen. Zo kijken of jouw jasje al droog is? Vrouw, je hoeft geen regenpak meer aan. Nee, want dit is aardig mooi weer geworden. Ja, ja. Jo. Zonnetje probeert er doorheen te komen. Ik schrik me een hoedje van jou. Hé, Potjan Dikje. Hé, ja. Ik schrik van jou, hoor. Potjan Dikkie Doosie. Ja, moet je niet doen. Ja. Nou, ik denk dat die andere er al in zitten, daar heb ik niks van vernomen. Nee. Die andere ondergrondse. Want die andere was kleiner en groener en deze is meer bruin. Dus dat hebben ze vanochtend gedaan. Ik heb er niks van vernomen. Nee. Echt niet waar. Hé. Hey. Meisje. Je hebt lekker binnen. En kijk, eten doet ze niet, hè. Ik weet niet wat er met een meisje is. Ze doet alles, ze is vrouwelijk, maar eten hoor maar. Nou ja. Laat gewoon staan hoor, ze eet vanzelf wel. Ja toch? Komt wel weer goed. Dus ja, en ik ben ik was aan het renderen. Ik moet even kijken of die al, tenminste, dat renderen is al klaar. Ik was hem naar YouTube aan het doen. Kijken of die daar al mee klaar is. Even koekeloeren. Ja, als ik het sluiten, hoppata, dan kan ik dat ook weer sluiten. En ik ben met een plaatje bezig voor de Club van de 50-plussers. Ja, het beheer komt daarin te staan. Ik heb daar nog een paar foto's over elkaar heen. Dat zal ik eens eventjes plaatsen. Die moet even daar, die moet even daar. En dan komt die daar eventjes. Zo, dat is het voltallige beheer. En er komt waarschijnlijk nog eentje bij, een meneer. Dus ja, het plaatje maak ik ook nog niet af. Dit is gewoon het begin. En we wachten nog op een heer. Die lid wilt worden. Tenminste, die bij het beheer wilt komen. Maar, hij moet er tegen kunnen om onder een vrouw te staan. Deze twee heren kunnen er tegen. Ik ben de baas.nl. Ja, het is mijn groep. En het gebeurt zoals ik dat wil. Maar in ieder geval, ik ga dus nou even lopen. Met mijn kleine lieve schattenbout. Met Rijka. En ik zeg gewoon tot
straks. Toedeledokies. Ja, lieve vrienden, het is dus al reeds weer avond en we leven om 20:58 en nog steeds op 11 juni. Ik heb aan het begin van de avond een telefoontje gekregen. Ja, ja. Van niemand anders dan een zekere Judith van Beek. Die werkt voor Man bij het Hond. Aanstaande maandag, 15 juni, 's avonds 21:30 bij Man bij het Hond XL. Komt deze dame op de televisie. Ik ben er helemaal blij mee. Ja, geweldig. Ik ben er helemaal blij mee. Ja, hartstikke leuk. Enkel jammer dat deze vlog op het YouTube komt, is dat natuurlijk al geweest. Ja, maar maakt allemaal niet uit. Ik heb de pret niet drukken. We leven gewoon door. En ja, ik vind dat schitterend, hè. Ik vind het zo mooi. Jongen, nog een toe dat ik de uitverkorene ben om daaraan mee te mogen doen. Geweldig, ja. Echt wel. Het is nou trouwens een prachtig mooi weer. De lucht is blauw, de zon die gaat alweer wat onder. Maar morgen zou het weer mooi weer worden, dus we wachten het af. En ja, Rijka die ligt lekker te slapen in een mandje. Ewen ligt op de bank, die is wel wakker met licht. En of het kan al boven is, maar zeker weet het ook niet. Nee, daar is een troep, maar nou ja, troep, het staat uit elkaar. Ik heb er geen zin in, ik ben met een plaatje bezig. Voor Facebook en we gaan dat afmaken. En mijn mobiel ging. Daar moet ik ook naar kijken. En dat plaatje moet ik zo meteen delen op Facebook. Dus het komt allemaal weer goed. Ja, en het wordt tevens ook een plaatje voor op YouTube. Dan wordt het een filmpje. Ja, daar ben ik ook mee bezig om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar dan moet ik nog een paar extra plaatjes maken ervoor. En ja, dan lekker zomerdromen. Ja, zo heet het. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Wees lief voor elkaar. Ik weet niet wat jullie drinken, maar neem lekker iets te drinken. Iets te eten erbij. Ik heb een bakje koffie. En ik was laat met eten, dus ja. Daardoor heb ik ook geen zin om dat op te ruimen. Komt wel. En ik ga lekker aan de koffie en dan zullen we beleven hoe de avond verder gaat. En ik wens jullie allemaal een liefdevolle avond. Geniet van elkaar, geniet met elkaar, geniet van de kleine dingen die je doet. En graag tot aan de andere kant van de nacht. En wel lekker slapen gaan eerst. Ja, vergeet ik helemaal. Wel trusten, slaap lekker met mooie droom. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei.